Milou is echt een heel spontaan, lief, vrolijk, pittig meisje. Dus heel, ja. Ze kan goed voor zichzelf opkomen, laat ik het nog wel zeggen. Ze is ja, flink op pit en daarom redt ze het ook zo zoals ik nu red. Milou is een meisje met Prader-Willi-syndroom. En ik ken haar al vanaf de hele jonge leeftijd. Het was nog een baby toen ze voor het eerst bij mij kwam. Wonderbaarlijk kan ze heel erg veel. Ze kan heel goed lopen, ze kan goed rennen, kan springen. Kan een beetje hinkelen, ze kan heel goed klimmen, klauteren. Ze kan nog niet echt fietsen, bijvoorbeeld. Wat sommige kinderen al wel kunnen op deze leeftijd. Maar dat lukt nog niet, maar ze oefent al wel op een soort van loopfiets. Dus dat fiets zonder trappers en dat gaat goed. Toen ik de eerste keer kwam met Milou, dat heb ik als heel prettig ervaren. Omdat je merkte dat er heel veel expertise was over Prader-Willi. En we kregen heel veel bruikbare tips waar de fysiotherapeut van Milou ook heel veel baat bij had. Dus ik had het gevoel dat we weer een stapje verder kwamen met Milou. Er vinden hier dus controles plaats, maar de werkelijke behandelingen die vinden hier niet plaats. Wat we wel eens doen is in de loop van zo'n sessie, als de kinderen bij ons zijn, dat we dan horen wat voor oefeningen er al gedaan worden. En dan kijken we of er nog wat aan toegevoegd zou moeten worden en hoe dat dan uitpakt. Dus dan proberen we wel eens wat oefeningen uit. En dan kijken hoe het kind daarop reageert. En we kijken hoe de ouders daarmee om kunnen gaan. Motorische ontwikkeling die verloopt trager. Dat is in het begin al wel duidelijk. In het allereerste begin zijn kinderen heel erg slap. Hypotoon noemen we dat. En geleidelijk aan wordt die spierspanning wel wat hoger. De kracht is in het begin heel erg laag. Ook dat gaan ze inhalen. Maar het wordt nooit op het niveau van normaal. Ja, die weer terug. Goed zo. Na het eerste bezoek aan ons expertisecentrum zijn de ouders thuis aan de slag gegaan met de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut die kwam aan huis. En die is begonnen met het stimuleren van het tijgeren, dus op de buik kruipen van Milou. Die begon daarna het kruipen te leren. Milou die probeerde te gaan zitten. Dat ging nog een beetje moeilijk. Dus wat je dan vaak gebruikt is dat je dat wat makkelijker probeert te maken. Door niet te rollen over op de vloer, maar juist tegen een hellend vlak. Dan kun je wat gemakkelijker omhoog komen. Kan ze gemakkelijker leren zitten. En dan kon ze zittend spelen. En na dat zitten kwam het staan. En zelf gaan staan, dat is ook moeilijk. En het langs meubilair lopen. Dus eerst langs de tafeltjes, langs de bank en de box. De box, we vragen altijd om die nog niet te vroeg op te ruimen. Maar die zeker tot 2 jaar, 3 jaar te laten staan. Zodat ze daar heel goed dat kunnen gebruiken als een soort klauterklimrek. Om langs te lopen en zich op te trekken. Goed zo, ja. Tel maar mee. Goed zo. En het spel natuurlijk, om heel gevarieerd te spelen. Eerst kleine dingen oppakken, dan steeds wat grotere dingen om te leren puzzelen en te bouwen. Omdat ook die dingen aanvankelijk wat traag gaan. Kun je ook kijken of je met de billen dan los kan van de hakken? Zet hem er maar eens op. Nee, zo, kijk. Je doet zo. Zo en dan omhoog met de billen. Ja, goed zo. Elke keer als we bij ik noem wat dokter Leo geweest zijn, dan komen we echt met bruikbare tips terug voor de fysiotherapeut, waar zij dan niet op gelet heeft. En dat is niet dat zij niet goed is, maar er wordt toch op andere dingen gelet, merk ik. En helemaal groot, groter nog. Twee. Goed zo. Drie. Yes, drie. Goed groot maken. Vijf. Ja, goed zo. En? Zes. Omhoog, zes. En weer zitten. Oh. Zeven. Wat ook erg belangrijk is, dat ouders zelf het voorbeeld geven. En dat ze ook zelf laten zien dat bewegen goed is, dat lopen goed is, dat fietsen goed is. En dat ze, bij wijze van spreken, wanneer ze 500 meter verder om een boodschap moeten, dat ze dan niet de auto pakken die voor de deur staat, maar dat ze dan gaan lopen of de fiets pakken en het kind meenemen. Wij zorgen ervoor dat Milou veel beweegt. We hebben een trampoline gekocht in de tuin. Dat vindt ze echt helemaal leuk, dus daar staat ze vaak op te springen. Fietsen.
dan proberen we dan zonder zijwieltjes of zonder pedalen, dat ze wat stevigheid in de romp krijgt en dat ze de evenwicht kan bewaren. Zodat ze ook, want wij zijn echt wel fietsers, dat ze ook mee kan fietsen ooit. Dat is ons wel onze wens. Ze is nogal makkelijk aangelegd. Dus als we de buggy meenemen die ze heeft, een speciale buggy, dan zodra we ons bij ons hebben, dan wil ze daar gelijk in zitten. En dan loopt ze niet meer. Dus we proberen overal eigenlijk niet de buggy mee te nemen. En soms is het dan net iets te ver, dan rest het ook echt niet meer. Maar we proberen wel zoveel mogelijk te laten lopen. Ik zie de toekomst voor Milou een beetje dubbel. Ik vind Milou een kwetsbaar meisje. En je merkt nu al dat ze best wel eens gebruikt wordt door klasgenootjes of oudere kinderen van school om dingen te doen die ze zelf eigenlijk nooit zou doen. En daar ben ik ook bang voor als ze wat ouder in de puberteit is of iets. Dus ja, ik zie het. Het liefst zou ik willen dat ze altijd bij me zou blijven wonen en dat ik haar altijd zou kunnen beschermen, maar dat kan niet. En dat is ook niet realistisch, maar ik maak me wel af en toe zorgen. Dat ik denk van, hoe gaat het als ze ouder is? En ja. Nee, oké. Kun je dan met de handen naast je zo? Met een beetje hulp van de arm. Goed zo. Mag je weer even gaan liggen? Als je nou de handen zo voor je doet en ik hou je benen vast iets harder, kun je dan rechtop komen? Ja, ja, kijk, goed zo. Gaan we weer 10 keer doen, oké? Okay? Kom maar. Tel jij af? Yes! Kom op. Nog. Goed zo, nog 7. Nog 7, dan zijn we klaar. No. Kom maar, dan gaan we nog even een spel doen als jij leuk vindt. Kom je? Yes. Oh, nog 6. Nog 6. 6 flamingo's nog. Op je shirt. Yes, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja. Nog? Eindelijk. Eindelijk, het einde is in zicht. Yes! Ja, achteruit lopen. Achteruit lopen. Nog verder, nog verder, nog verder. Goed vasthouden. Benen in de lucht. Benen omhoog. Ja! Milou, dan mag je even zo gaan zitten. Met 1 been voor. Kijk maar hoe ik zit. Ja, en dan omhoog. Ja. Omhoog. En dan een beetje omhoog met de billen. Goed zo. Dat deze zo staat. Deze zo en dan je billen omhoog. Zo. Billen omhoog. Doe de billen maar een beetje omhoog. Juist, goed zo. En die een beetje naar voren. En wat dan belangrijk is voor jullie om op te letten, is dat eigenlijk dit 2 hoeken zijn van ongeveer 90 graden. Hè? Ja. En dan gaat ze zo meteen opstaan, maar mag ze daarbij haar handen niet gebruiken. Milou, je gaat zo meteen staan en dan zet je je voeten allebei naast elkaar. Goed? En daarna gaan we weer naar beneden. Kom, gaan we. Yes! Goed zo. Voet naar voren. Oké, handen zo. En dan ga je opstaan, voet ernaast. Juist, voet ernaast. Goed zo. En dan gaat die weer naar achter. Die? Ja, die. Die weer terug. Goed zo. En de handen weer voor de borst. Billen goed omhoog en opstaan. Goed zo. En weer naar beneden. Goed zo. Voet naar voren. Billen omhoog. Dan mag je voet nog iets meer naar voren mee doen. Zo. En of je dan een beetje omhoog kunt komen. Wil je dat eens laten zien? Als een vliegtuig. Heel goed. En je kunt je benen dan recht. Ja. Gaan we nog een keertje. Ik doe met je mee. Goed. Oké. Omhoog. Ja, goed zo. En dan weer terug. En kunnen we dat ook 10 keer? Nee. Jawel, we gaan het proberen. Hey, bij 10 krijgen we 10 van deze blokken. Oké? Okay? En dan kunnen we straks een toren mee bouwen.
Ja? Gaan we. Armen wijd. 1. En naar beneden. 2. Goed zo, ja. Tel maar mee. 3. Goed zo. En? 4. Goed zo. En? 5. Ja. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Ja. Zet hem er maar eens op. Nee, zo. Kijk, we doen zo. Zo en dan omhoog met de billen. Ja, goed zo. Ik leg ze overal neer, dan pak jij ze. Maar ik heb geen handen. Goed zo. Wow. Om jou heen liggen er nog meer. Nog goed. En dan ga je... Ja, goed zo. Zijn ze nog wat voor jou? Ja, en de volgende? Ik moet nog één van Nietje hebben. Dan zijn ze even hoog. Kom je weer helemaal omhoog, helemaal omhoog? Goed zo. Ja. Oeh. Moet ik hem wel goed vasthouden. Oh, hier is nog één. En helemaal groot, groter, groter nog. 2. Goed zo. 3. Yes, 3. Goed groot maken. 5. Ja, goed zo. En? 6. Omhoog, omhoog. 6. En weer zitten. 7. Oh, ploef. Nog 2. 1, 2. Yes. En? Ja. Goed zo. Hé, nou heb ik een moeilijk trucje voor je. En niet het pionnetje raken, hè? Oké, okay, komt ie. Klaar? Ik ga wel hiernaast. Start af. Boom. Het is dit been. Dus die moet op de grond en die moet in de lucht. Dit moet in de lucht? Nee, die moet op de grond. Die moet in de lucht. Yes. 1, 2. Hoe kan het meer dan 3? Probeer het. 1, 2, 3, go. 1, 2, hoe. 1, 2, hoe. Oh, goed zo. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Als je er niet gaat, dan hebben we een probleem. Ja, precies, dan hadden we een probleem. Ja. En kun je het dan goed binnen jouw lijntjes zo inkleuren? Goed. Ja, goed zo. En die flappen, kan je ook in. Yeah.